Hello guys en welkom in mijn kraamweek. The reality of a new mom. Dit is hoe we eruit zien tegenwoordig. Mooie voedings-BH hiernaast. Laten we maar niet melden wat hier allemaal te zien is. We gaan even deze hoofd fatsoeneren. Dus dat is echt moeilijker dan ik had verwacht. Ik heb het nog niet gemeld natuurlijk, maar ja, ik weet niet of jullie dat willen horen. Maar het is natuurlijk geboren door middel van een vacuumpomp. Mijn herstel is hartstikke KUT. Ik zal het niet mooier maken dan het is. Dus daar baal ik wel een beetje van. Maar dag bij dag gaat het wel een beetje beter. Kan hij dit aanhouden? Nee, ja. Doe die op. Zo, ik ben lekker opgefrist. Tijd om mijn dag te beginnen. En ze is nu lekker aan het oppassen op Essa, dus ik kon eventjes heel snel mezelf even opfrissen. Ook heel erg fijn om mijn dag zo even te starten. Hey, is Sadie? En Sadie is helemaal omgekleed. Ze heeft een nieuw pakje aan, want hij krijgt vandaag voor het eerst kraambezoek. Oh ja, ik wist zijn naam op. Heel mooi. Gaan we jouw spintje nou eventjes uitkoeken? Ja. Lekker hoor. Heb je die al laten zien? Ja, dat ga ik zo laten zien. Kijk, zo'n pakje zo schattig van de Hemela's gekocht. Allemaal tijgertjes, zo lief. En ik heb dus van die kraamkoekjes besteld. In de vorm van leeuwtjes. Ik vind ze echt zo cute. Heel erg happy ermee. Hij wil vandaag eigenlijk helemaal niet slapen. En dit is trouwens echt zijn beste vriend. Peertje is jouw beste vriend, hè? Ja. Ik ben zien lekker bezig. Nessim helpt me echt zo veel. Ik ben echt zo blij met jou deze dagen. Deze dagen. Anders is het best blij, hè? Nee, hij helpt me echt heel veel. Ik ben echt heel erg happy ermee. Anders had ik het echt nooit gered. Waarom doe jij je handen? Niemand ziet dat jij je handen zo doet als je klaar. Wat deed ik? Ik ben zo happy met je. Niemand ziet jou dat je dit doet. Trouwens, ik heb het even hier neergelegd, want dan kan ik hem beneden ook verschonen, want voor mij is de trap nu echt even een hel. Deze box heb ik gewoon alles erin gedaan. Hebbers, doekjes, hydrofiele doekjes, rompertje heb ik erin gedaan. Helemaal top. Dan hoef ik niet elke keer naar buiten of naar boven toe te lopen. Zo, heerlijk. De vaat is gedaan. Oh, hij is zo onrustig geweest vannacht. Ik ben echt zo blij dat hij even stil is. Ja, hè? Dit dekentje raad ik trouwens echt aan. Ik weet niet of jullie dit zien. Maar dit is dus bedoeld om de gordel er doorheen te halen van de maxi-cozy. En zo zit de deken dan letterlijk vast in de maxi-cozy. En dan kan je het lekker om de baby heen wikkelen. Echt ideaal. Ik heb deze van Jolijn. Deze broodjes echt zo snel gemaakt. Met asset op één arm. Ik heb snel boter gesmeerd, Turkse kaas en rende salami. Dit is ons ontbijt. En een Red Bull, of course. Ik heb zeg maar de tijd gehad om mezelf iets te fatsoeneren. Hij looked like shit. En Nessie moest op hem passen, want hij kon niet stoppen met huilen. Ik had lekker slapen. Ik heb lekker mijn pyjama aangelaten. Ik vind het heerlijk. Oh yeah, parent life. Parent life. Stoten Sadie. Nee, niet wakker maken. Me and my baby are chilling. Chilling. Dit is het beste moment van de dag. Nou, Nessim denkt dat hij de hele dag door kan boeren. Omdat deze kleine ook boert. Dat jij de hele dag door boert. Omdat Esther het ook doet. Love him so much. Love him so much. Mijn liefje. Mijn liefje. Oh, 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 oh. Echt kijk deze babygeur.
Wij hebben vandaag kraambezoek gehad. En deze jongen heeft vandaag alles bij elkaar gepoept. Amen. Heftigste lever ever. Moest hij weer een andere pakje aan. Ja, schat. Ja, zin om na zijn flesje een dutje te doen met z'n allen. Ja, als je dat wil. Hij moet zo gevoed worden. En daarna gaan we even samen naar bed, hè? Ja, met z'n allen even een dutje doen. Oh ja. Nou ja. The reality. Reality of baby. Oh ja. Yeah. Oh no. Oh no. Hij is honger. Oh, honger. Oh, let's go. Oh. Wil je ons wat gek maken? Ja. Ik ben lekker aan het lopen met papa. Oh, daar gaan we. Oh, doe maar snel zijn peer aan. En zijn deken. Oh. God. Paniek, paniek. Oeh, een hele goede middag. We hebben weer echt een nacht gehad, jongen. Ik heb amper geslapen. Maar, even iets leuks. Ik wil een paar pakketjes met jullie unboxen. Ik heb de eerste al aan. Ik heb een nieuwe pyjama besteld. Ik heb heel veel pyjama's zelfs besteld. Ik heb een nieuwe pyjama besteld. Die is van de H&M. Die is naar binnen gekomen. Ik heb hem gewoon gelijk aangedaan. Ik leef in pyjama's, guys. Echt, ik kan niks anders aan op het moment. Maar ik heb ook een pakketje binnen van Parfumado. Zoals jullie weten ben ik echt fan van Parfumado. Nu moet ik zeggen dat ik deze week niet echt parfum in huis draag. Of op mijn huid. Dat vind ik niet zo fijn met een pasgeboren baby. Maar als ik bijvoorbeeld even ga wandelen of even naar de winkel ga. Wat dan ook. Dan vind ik het wel heel fijn om even gewoon... één keer parfum te sprayen, maar dan eigenlijk al gewoon op mijn jas. Ja, ik voel me dan gelijk een stuk beter als ik parfum op heb. Als eerst heb ik Cartier uitgekozen La Panthère. Ik vind het een bloemige geur. Het is een beetje een combinatie van witte bloemen en musk. En I love musk. Het is gewoon een heel warme, zoete geur, vind ik zelf. Vroeger echt een van mijn favo's. Ah, heerlijk. Dan heb ik deze geur gekozen van Montal, Black Musk. Ik ken deze nog niet, maar ik ben echt een fan van Montal, want ze blijven echt super lang. En ik hou van musk, dus ik wou deze heel erg graag uitproberen. Als laatste heb ik deze uitgekozen en deze ken ik ook nog niet, maar de beschrijving sprak me echt heel erg aan. Met witte bloemen, oranje bloesem en de basisnoten zijn van amber, sandelhout en vanille. Het lijkt me echt heel erg lekker, dus ik ben heel benieuwd. Voor de mensen die nog niet bekend zijn met het concept van Parfumado. Met Parfumado kan je dus voor €14,95 elke maand een nieuwe parfum uitkiezen. En dan krijg je dus zo'n parfumflacon. Ik vind deze heel handig, want die kan echt zo heel makkelijk in je tas. En dan kan je zelf elke maand een geur kiezen. En ze hebben echt zo'n breed assortiment. Volgens mij is het van 550 merken. Heel veel grote merken, ook niche geuren. En dan kan je dus eigenlijk elke maand een nieuwe geur ontdekken zonder dat je er heel veel voor moet betalen. Het kost letterlijk €14,95. Ik prop ze eigenlijk altijd in mijn tas. Ik heb altijd een parfumflesje van Parfumado in mijn tas. Want ik ga echt niet zo'n grote meeslepen. Ook kan je makkelijk meenemen op vakantie. Je kan hem echt een dikke maand gebruiken. Het is ook heel belangrijk om erbij te vermelden dat je altijd kan stoppen of pauzeren wanneer je wil. Dus je zit niet echt vast aan een abonnement. Het is wel echt een leuk abonnement waarbij je dus elke maand voor €14,95 een nieuw parfum mag uitkiezen met echt superleuke merken. Klik nu op de link in mijn beschrijving om mijn favorieten te bekijken. En ik heb ook een heel leuke actie voor jullie. En dat is mijn kortingscode AHMADI50. En dan kan je de eerste maand Parfumado uitproberen voor maar €7,50. Goedemorgen, guys. Weer een nieuwe dag. Nieuwe pyjama. Ik heb echt allemaal van deze pyjama's ingeslagen. Deze is van de H&M. Echt heel fijn. Alleen hij kreukelt heel erg snel. We hebben vandaag best wel een drukke dag. Asset en Nessie slapen nu nog. Dus ik heb even snel tijd genomen om te douchen. Om mezelf te fatsoeneren. Asset heeft zo namelijk een newborn shoot. Zijn fotograaf komt zo even langs. En dan gaan we dus een shoot houden. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het eigenlijk ook best wel zielig. Want ja, hij moet ook omgekleed worden en zo. Maar ik denk dat het voor later gewoon echt heel leuk is om terug te zien. Dus ik wil het graag nog doen. En daarna komen ze van een consultatiebureau even langs voor Asset. En daarna moet ik koken. Dat is een beetje de planning. Ik ga nu even Nessie wakker maken. Zodat hij ook even lekker kan douchen. En daarna gaan we even samen naar beneden. Ik ga even de... haard aan doen, want het moet 25 graden zijn voor de fotoshoot. Anders heeft de kleine het echt heel erg koud beneden. Daar moet omgekleed worden. En het moet ook helemaal donker zijn beneden. Maar dat gaat wel lukken. En ik moet nog ontbijten. Oh mijn god, ik heb echt zoveel zin in een Red Bull. Echt niet normaal. Dus
Dus ik ben bevallen, wil ik elke dag Red Bull. Ik ben nu bezig met de kaartjes van de essay. Ze zijn binnen. Dus ik ben ze aan het vouwen. Dat is hem geworden. Ik denk dat jullie wel verwachten dat het een leeuwtje zou worden. Ik vond deze kaartje echt zo cute. Dit is dus de voorkant. En dit is de binnenkant. Ik heb het gewoon heel simpel gehouden. Oké, dit is het envelopje dat ik erbij heb gekozen. Een beetje een roeskleur en gouden binnenkant. Dat vond ik heel mooi bij passen. En ook heb ik er sluitzegels bij besteld voor op het envelopje. Vond ik echt heel schattig, deze gouden babyvoetjes. En ik heb er nog iets bij besteld. Dit is echt heel erg grappig. Ik heb op PostNL dus zelf postzegels personaliseren. En ik heb even een foto van Asset gedaan. Ik ga echt stuk. Ik ga dus deze postzegels gebruiken. Dit is echt te schattig. Zo. Zij die voor de shoot. Ik heb even een lekkere makkelijke pyjama aangedaan. Van de Hema. Ik vind dit eigenlijk de fijnste kleren thuis. Gewoon zo'n lekkere pyjama pakje. Ik heb dus Nessie naar de tank gestuurd. Om Red Bull voor mij te halen. Gaat hij nou huilen nu jij binnenkomt? Oh, lekker. Ik vertelde net dat jij Red Bull voor mij bent gehaald. Lekker. Oh yeah. Bus. Nee, hij was echt heel rustig. Tot jij kan. Asad. Ah, baby. Fijn. Ach, mijn lieveling. Heb je gezien hoe ik ben wakker geworden met hem? Ja. Heb je dat gefilmd dan? Als je denkt dat... Wat doet deze bal hier? Nee, ze wil zoeten met een bal. Kijk hoe ze vanochtend lag te slapen samen. Heerlijk. Kijk, lief. Ik was hier dus lekker aan het douchen. Oh. Loving life. Love you. Mm-mm. Even snel een broodje eten. Ik kan de SR niet neerleggen, want dan gaat hij huilen. Oh, SR is er al. We gaan shooten. Oh, zoveel spullen meer. Ik hoop dat het lukt voor je. Lach je hem uit? Ik heb even na de fotoshoot snel een mantel gemaakt. Ik had er echt zoveel zin in. En ik had laatst huisgemaakte mantel gekocht van de Turkse supermarkt. Dus ik dacht, ik ga het even snel maken. Yummy, I love it. Oh, hi guys. Kijk mij. Kijk. Dit is echt ideaal. Een babybox met wieltjes. Ik kreeg hem gewoon niet stil vandaag. Nesim is lekker basketballen. En dat vind ik ook wel fijn. Als we gewoon onze eigen ding ook weer een beetje gaan doen. Nesim helpt me echt zo goed. En vind ik wel fijn dat hij ook iets voor zichzelf gaat doen. Alleen, hij is alleen maar aan het huilen. Ah, hij was net stil. Je vond het net nog leuk. Nou, nee. Nee. Oké. Okay. Hallo. Oh, guys. Hij slaapt. Oh, I'm so happy.
That picture. Well, why does it feel fresh? Okay. Well, because if he's not technically ready, is it about the ring? Ik was me aan het klaarmaken en ik dacht, ik doe weer even een zwangerschapsbroek aan, want die andere broek is toch gewoon niet fijn. Maar natuurlijk is die al mega groot. Echt raar dat mijn buik echt zo groot was dat ik hier helemaal in pas, dat het helemaal zo mooi strak zat. Dan ben ik trouwens 2 weken na de bevalling. Ik ben benieuwd. En dit is mijn buik nu van de zijkant. Na 1 week was hij echt veel boller, dus ik merk wel echt verschil. En mijn broek is nu ook echt gewoon wijd. Maar ik ben best wel tevreden. We hebben net voor de eerste keer de luiertas gevuld en hebben echt geen idee. Ik hoop dat we alles mee hebben wat we nodig hebben. Ik weet niet wat we moeten meenemen. New parents. Als we iets tekort komen, dan gaan we naar huis. Hij is net wakker. Net wakker, hè, mijn baby. Het is mooi. Ja. Dit is echt de eerste keer na een lange tijd dat ik een cappuccino op buiten heb besteld. Zo schattig. Het is de eerste keer dat we met hem buiten zitten. Zo, wij zijn weer even gaan shoppen voor de kleine. Ons hele huis zit gewoon vol met zijn spullen. We hebben dus zo'n baby gym gekocht. Hij heeft hem in elkaar gezet. Zo gezellig. Volgens mij kun je ook de kleuren veranderen. Hier, kijk. Oh, wauw. Oh, nice. Lira vindt hem ook leuk. Ga je eronder? Ik ben ondertussen lekker aan het koken. Ik maak pasta met tonijn. De pasta is ready. Tonijnpasta. Heerlijk.